Hans, na 18 of 20 minuten, toen begonnen jullie. Ja, maar dan wisten we dat we die moesten doorstaan. He, want we, weet je, dat is geen excuus, maar wel woensdag 120 minuten gespeeld. En dan weet je dat AZ natuurlijk volle bak gaat spelen. En dan moet je goed doorkomen. En ik kwam wel aardig door. En dan komen we goed weg met bal op de lat, volgens mij, als scrimmage. Ja, daarna wordt het dan wel, weet je, dat als je met 1-1 mag rusten. Nou, en dan denk ik dat we het hartstikke goed gedaan hebben tot dat moment. Met één of twee momentjes misschien dat we nog een stiekem met 2-1 kunnen maken voor rust. Maar oké, okay, dan... Masjas, zeg ik. Die over de bal heen maaide, volgens mij. Siju, ja, was volgens mij in de 5 meter, weet je. Maar oké, dat is dan jammer. En dan valt hij ongelukkig de 1-2. Ja, maar AZ is natuurlijk wel een goede ploeg. Hè. Kom op. Tuurlijk is het een goede ploeg. Maar je blijft alleen, je bent in de wedstrijd tot de rode kaart. Ja. Daarna, ja, maar dan is het klaar, dan toch? Is het breekpunt. En dan, is wel een eerlijk ventje, die Christian Koem. Ja, maar ik denk dat Chris daarin ook eigenlijk er ook niet omheen kan. Weet je wat dat gebeurt? En, jij vond het ook gewoon terecht? Nou ja, weet je, ik heb net de beelden gezien. En dat is een discutabel momentje. Ze trekken volgens mij allebei. Alleen het moment van de bal weg proberen te spelen van Chris. Ja, daar is hij doodongelukkig in. Dus en dan weet je dat je het moet tegenhouden. En als het dan nog lang 1-2 blijft met... Ja, dan kan je misschien nog Jaffa erbij, Arias erbij gooien. Ik kan nog misschien nog wat proberen. Ja, maar daarna... Dat was tegenhouden. Hans, voordat jij nog ergens mee af wil sluiten. Toch eventjes. Ja, ik zit er niet lekker mee. Ik heb de indruk dat jij volgend jaar bij een andere club zit. Nee. Voor mensen die de voorbeschouwing in de Eretribune gemist hebben. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Wij hebben gewoon gezegd, we hebben van de week even gezeten. En dat was maar even een kwartiertje van hoe Stan Valks en jij? Ja, en Marco Bogers. Gewoon even hoe zit het nou algemeen met elkaar. Directeur. En we willen graag de belangen van de aankomende wedstrijden willen we gewoon niet in de weg zitten. En dan gaan we de koppen bij elkaar steken. En dan gaan we kijken als hoe het verder gaat. Ja. Ja, ik denk dat je volgend jaar ergens anders trainen bent. Misschien bij Monique, dat kan ook. Nee. Je wil nog één ding zeggen? Naar je trouwe supporters. Ja, maar dat is ook zo. Hè, want we hebben natuurlijk van de week gespeeld. En we hebben wat last gekregen met blessures. En ja, moet je keuzes maken. En we hebben het Koffer, de Kraza en Gelmi. Ja, die waren gewoon niet... Dat was je A-centrum. Ja, dat was het A-center. En dat was gewoon niet fit genoeg om te spelen. Ja. En Arjan heb van de week, wat was het? Volgens mij 105 minuten moeten maken. Swinkels, een klap op zijn kop gekregen. Dus we moesten alles wel lijmen. En op een gegeven moment moeten wij ook wel met elkaar weten... Of de jongens wel of niet in het rode lopen of geblesseerd zijn of half vies. Hè? Want Donis, Christos, die moesten ook af. Leon Kuwara moest eraf met kleine pijn en klachten. Dus het is dan lappen. En dan hopen we dat we deze winst een putje hadden kunnen halen. Maar het was op dat moment gewoon te veel klaar. Ja. Kan ik je volgend seizoen opzoeken in de Eredivisie? In de Keukenkampioendivisie? Of ga je een keer je zakken vullen in de zandbak? Nee, als dat is niks voor jou, in de zandbak. Je kan blijven vragen. Maar wij hebben gewoon een afspraak met elkaar. Dat we met elkaar straks na Vitesse eens even de koppen bij elkaar zetten. En kijken of we met elkaar wat kunnen doen. En als het niet zo is, dan moeten we kijken of het wat anders is. Zo is het. Alsjeblieft. Dankjewel, Hans. Jij ook. Was weer duidelijk.